Dit is HHC TV, mede mogelijk gemaakt door Rent Go huurwagens en Studio 28 videoproducties. Noemen ze dat dan een bijna goal van de week? Ja, dat denk ik dan. Hè. Ik denk dat hij erin vliegt, dan maak je denk ik wel een goede kans. Ik weet niet of hij zat, geen idee. Maar ja, als hij erin vliegt, dan was het zeker een mooie goal geweest. Je dacht, ik probeer het even vanuit die hoek? Nou, ik zag dat Rob het duel aan ging. Dus ik gokte op dat Rob hem zou winnen en dat deed hij. En voor mijn gevoel raakte ik hem zelf nog een beetje, de aanname was een beetje naar de buitenkant. En ik zag de verdediger, dus ik zei van ja, nou dan moet ik ook schieten. Dus en ik had er een korte hoek in gedachten. Ja, hij ging er mooi in, maar ik weet niet of het goed genoeg was. Het zou wel belangrijk geweest zijn hè, voor de wedstrijd. Ja, denk ik wel. Ik denk dat, ja, nou ja, goed te maken dan, ik vond verder dat ze niet echt de kansen hadden. En dan scoren ze uit de corner, dat is zuur. Maar ik denk dat dit ook zo'n wedstrijd was. Ja, wie als eerste scoort, die trok hem dan over de lijn. Het is jammer dat het dan zo snel in de tweede helft die 1-1 viel. Anders nou ja, kun je hem nog een beetje vastzetten. Maar inderdaad, als je met 1-0 dan ook weer, ja, nou, sta je ook weer voor. En het voetbal wel makkelijker denk ik dan, ja. Wat gebeurde daar bij die 1-1 na rust? Ja, Connor, hij kwam ervoor en in de scrimmage ging hij erin. Volgens mij in de kleedkamer zeiden ze dat Metaille hem nog aanraakte. Maar ja, hij kon er ook verder niks aan doen. Hij zag de bal denk ik ook niet, want er stonden ook mensen voor. Ja, en ging in de goal, dus ja, dat is zuur. Baal je dan ook heel erg van deze uitslag? Ja, eigenlijk wel. Ik denk als je de wedstrijd hebt gezien, dan zie je gewoon met Walter, met Zarago nog nou ja, 200% kansen. Ja, ik vind gewoon dat we hadden moeten winnen. En dan is het ja, 1-1 wel redelijk zuur en dat je dat zo speelt. Had je daar van tevoren wel voor getekend? Voor een 1-1? Nee, ik denk hier thuis tegen hun had ik wel minimale winst verwacht inderdaad. Ja. Je weet niet zo vaak van ze? Nee, dat hoorde ik ook al. Maar ja, hier thuis op zich zijn we daar wel aardig sterk. En we hadden ook wat goed te maken daaruit, want dat was ook niet best. Dus dat was een mooie revanche geweest. En alles was top, de ambiance was top, het weer was mooi. Dus in dat opzicht was alles perfect om een mooi potje te spelen. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent Go huurwagens en Studio 28 videoproducties.